Jan, je stond deze week in de publiciteit heel veel. Wat ga jij doen? Ik heb samen met de TVM-directie en TVM-staf besloten om het contract te ontbinden. Ik zal per direct worden het contract ontbonden, maar ik zal wel het seizoen afmaken bij TVM. Dat willen we gewoon op een hele professionele manier doen. En volgend jaar zal ik dus naar iets anders moeten gaan zoeken. Hoe is dit ontstaan allemaal? Het is niet een proces van de laatste dagen of de laatste week. Het is eigenlijk al iets wat veel langer speelt. En het heeft veel mee te maken dat... Ik voel me niet, ik zit niet lekker in mijn vel, ik voel me niet op mijn plek. De manier waarop dingen nu gaan, dat is gewoon niet optimaal voor mij. Zodoende hebben we samen voor gekozen om de stekker uit te trekken. Zat je op een eilandje? Laat ik zeggen dat ik heb dit jaar een aantal nieuwe dingen in mijn trainingsprogramma ingepast. En daar heb ik ook de ruimte voor gekregen van TVM. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Zowel de staf als de ploeg heeft mij die ruimte gegeven. Toch is dat eigenlijk vanaf het begin af aan heeft dat niet echt lekker gelopen. Dat zijn wel de dingen waar ik net aan over had. Dat zijn gewoon dingen die ik denk dat ik zelf nodig heb om beter te worden. Om uiteindelijk... De stappen naar nog betere prestaties te zetten. Daar is gewoon ruis ontstaan. Dat is er eigenlijk niet uitgegaan. Het werd niet geaccepteerd? Het werd in het begin wel geaccepteerd. Alleen je merkt toch dat een ploeg heeft een bepaald programma. Die gaat een bepaalde richting in. En dan is het moeilijk om daar individuele vrijheid in te krijgen. En dat is eigenlijk wel de vrijheid die ik... Ik heb het gevoel dat ik die vrijheid juist echt nodig heb. En om toch mijn eigen kijk en mijn eigen zoen eraan te geven. De setting waarin dat nu gebeurde, dat liep gewoon niet meer. Je moet straks ook met Sven gaan trainen. En met Koen, want die is er nu ook bijgekomen. Hoe zie je dat? Ik voorzie daar geen probleem in. Ik ben een hele belangrijke schakel in de ploegachtervolging. Ondanks dat wij volgend jaar niet met elkaar in de ploeg zullen rijden, verwacht ik gewoon dat we een team zijn. We hebben de selecties nu gemaakt. En samen met Jorrit ook, moeten wij gewoon de handen voor elkaar in het vuur steken. Als een team aan de start staan. En ik denk dat is... Dat is de sleutel tot het goud gewoon. Het is ook geen persoonlijke kwestie dat ik nu bij TVM wegga. Maar het is meer een gevoelskwestie eigenlijk. Ik heb best wel moeite gehad om de plezier in het schaatsen te houden. De plezier in het trainen. Daar gaat het uiteindelijk voor mij om waarom ik schaats. Is omdat ik het heel erg leuk vind. Dat wil ik gewoon bewaken. En ik zag het niet zitten om in dezelfde setting door te gaan. Wat ga je nu doen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb bewust gekozen om... de afgelopen dagen, afgelopen weken gewoon met dit seizoen bezig te zijn en met gewoon weer beter gaan schaatsen en een beter gevoel krijgen. Maar er heeft zich nog geen ploeg gemeld? Nee, ik heb geen gesprekken met mensen gehad. Ik heb geen interesse gehad. Daar heb ik me ook niet mee bezig gehouden. Daar wil ik ook eens heel goed over nadenken. Goed, wat ik wel weet, ik heb mijn schaats, ik heb mijn racefiets, dus ik kan altijd trainen. Maar ik wil niet over één nacht ijs gaan met dat soort dingen, ja. Hoe kijk jij op 3 jaar TVM terug? Ik ben echt als een rookie bij de ploeg gekomen. Iemand wel die Olympische Spelen meepakte, maar internationaal niet echt meedeed. Bij de TVM-ploeg heb ik hem enorm kunnen ontwikkelen. Ik heb daar hele mooie prijzen gepakt. Goed, daar ben ik de ploeg en Geert Kempers ben ik daar heel erg dankbaar voor. En natuurlijk ook de sponsor TVM. Ik kijk wel goed terug op een goede 3 jaar.